Roorda. Vairinen afgetroefd door Toivonen. 3 tegen 3 met ruimte. En daar komt ook Manolev. Lens glijdt weg, maar geeft de voorkeur aan Manolev. En daar is Toivonen. En daar is de goal voor PSV. Ja, tegen de verhouding in. Maar hij telt wel. Plotseling is daar de omschakeling. Vairinen verliest het duel van Toivonen. En dan komt PSV in overtal. En Toivonen rolt het knap af via de paal. De corner. De kopbal en de goal. Kopić. Milan Kopić speelde nog niet zoveel voor Heerenveen. De opvolger van dinsdag die naar Zwitserland is vertrokken. Zijn eerste goal in het blauw-wit, in het pompenbladden shirt. Naar de corner van Berens. 1-1. Toivonen. Wat een goal van Ola Toivonen. Wow. En dat in de eerste wedstrijd van weer een nieuw seizoen. Uit nog wel. In het Abel Enstra stadion. Zijn tweede. Mooie controle. En dan uithalen. En Kenny Stepp is kansloos. 1-2. Affalay. Koevermans. Engelaar. En het is klaar. 1-3. Op basis van een prima tweede helft wint PSV het openingsduel in Heerenveen van de ploeg van de nieuwe trainer Ron Jans. 2 keer Ola Toivonen en een prachtige derde rake knal van aanvoerder Engelaar. Zwak voor rust, maar mede door fouten van Heerenveen zich prima hersteld. En een knappe uitoverwinning van PSV dus.